zoals u weet, niet om één enkele prachtfoto, of die nou wel of niet gepubliceerd mag worden. Het gaat om het complete werk van een fotograaf in 1988 en als referentie in de daaraan voorafgaande jaren. Een selectie uit het werk ligt uitgestald voor de jury en die kijkt naar zaken als de constante in kwaliteit, visie en uitdrukking, originaliteit en vakmanschap. En naar de betekenis van dat werk voor de Nederlandse fotojournalistiek. Veelzijdigheid is echter geen vereiste. En toch is de fotojournalist van 1988 een typische allrounder. Maar wel een die nu al jarenlang onvermoeid hoge kwaliteit levert. Daar hebben we hem. Bert Verhoef. Bert Verhoef is een slechte voetballer, heb ik me laten vertellen. Misschien dat hij op het voetbalveld, net als in de fotografie, consequent zijn eigen weg zoekt. Als freelance fotojournalist kiest hij daarmee niet de veiligste weg. Hij neemt risico's, maar vertrouwt daarbij blijkbaar op zijn goede neus voor de plaatsen waar hij moet zijn. Een verrassend oog voor het beslissende detail, wat droge humor en een eigen signatuur zonder franje. Daarvan getuigen zijn foto's. Bert ziet het niet meer scherp, geloof ik zelfs. Ja, daar is hij. Hij zit in de zaal, dus het echte portret kan ook nog. Ik laat u ze zien, want dan begrijpt u wat ik bedoel met wat ik net zei. Bert Verhoef heeft een eigen visie die de ogenschijnlijk recht toe, recht aan foto's een toegevoegde waarde geeft. Of zoals een ouder en meer ervaren jurylid opmerkte, hij is gewoon een goede persfotograaf. En dat wil ik erbij laten, want dat is hij. Het is uitermate plezierig om enveloppen met inhoud die niet van jezelf zijn aan twee prijswinnaars te overhandigen. Vinden wij ook gezellig. Dat vinden jullie ook gezellig? Ja, zeker weten. Ik doe dat zo. Geef even. Feliciteren. Terecht denk ik, dames en heren. Applaus voor de beide heren. Kijkt u even naar de prijzen. Het allerlaatste wat ik nog wil zeggen is, ik wens jullie heel veel sterkte en heel veel succes. En probeer ook andere mensen zo ver te krijgen dat ze inderdaad meegaan met alles wat er nu aan de hand is. En dat ze ook boos worden. Dat ze zich ook realiseren van wat er allemaal aan de hand is. Succes en we gaan verder. Niet, maar ik kan het echt wel. Hartelijk dank, Stichting Zilveren Camera, organisatie en de jaarbeurs. Hou nog wat woorden over voor straks, hè? Oh, ik moet straks ook nog wat zeggen. Ik ben, in zo'n geval kan je de jury natuurlijk niet gaan bedanken,
Want dat is een beetje, ja, als je iets gewonnen hebt, moet je niet de jury gaan bedanken. Overigens had ik dat al voor de jurering uitgebreid en persoonlijk gedaan. Dus ik kan niet aan het blijven. Ja, ik ga toch. Even iets zeggen over de foto van Penny 1 gemaakt door Paul S. Het pijnlijke van deze. Het allerlaatste wat ik nog wil zeggen is: ik wens jullie heel veel sterkte en heel veel succes. En probeer ook andere mensen zo ver te krijgen dat ze inderdaad meegaan met alles wat er nu aan de hand is. En dat ze ook boos worden. Dat ze zich ook realiseren van wat er allemaal aan de hand is. Succes en we gaan verder. Als we het gezien hebben, wil ik hem toch even voorschrijven. Dat is een probleem, hè? Ja, moeilijkheden krijgen. Voordat jaar voor het jaar de koning weer over de stoel. Voordat Jaap of de ME hier aan komt vallen, wil ik u toch graag de foto even laten zien. Alle intellectuelen en half intellectuelen opgelet, daar is hij. Pauw, pauw. Pauw, pauw. Het is slechts een tekening natuurlijk. Maar ik vind dat de tekening goed is. De onscherpte van de echte foto benadert. Ik heb erg veel over me heen gehad. 80% was positief, 20% was negatief. En dat soms is het wel eens ten koste gegaan van mijn gezinnetje. Daar zit mijn vrouw en de jongens, die wilde ik bedanken voor al jullie steun. Hey, dank. Maar de fotograaf draag ik een heel warm hart toe. Want ik moet u eerst zeggen, ik heb altijd een beetje medelijden met de fotografen die zo eindeloos moeten wachten tot er hetgene gebeurt wat ze willen kieken. En dat is de reden waarom, het zij op Schiphol of waar dan ook. En ik zie de fotografen staan, vooral Paul Stolks zie ik af en toe wel staan. En dan staan ze eindeloos met een beetje moeizaam gezicht te wachten. En dan denk ik, als ik nou iets geks doe, dan heeft hij tenminste wat te doen. En dat is de reden waarom ik iedere keer weer, ja, hoe moet je dat noemen, iets geks doe. Bert, ik ga met jou maar beginnen met de fotojournalist, de prijs van de fotojournalist. Het is voor je hele werk, heb ik gelezen. Ik heb het interview gelezen. Het hele verhaal die je schrijft, iedereen gelezen. Even wat ik uithaal, is dat je zegt van die mensen uit Den Haag, daar vind ik niet erg van om hun zo'n masker. Wat ben ik blij dat ik in Rotterdam woon en nooit een masker draag. Mag je namens alle deze prijs wel behandelen. Ik wens je er heel veel succes mee en heel erg succes. Voorzitter van de stichting moeten vragen. Moeten weten. Maar het is goed, hij is beeldschoon. Mag ik hem weer niet houden? Ik weet niet dat het geregeld is. Dat is jullie eigen vakgebied geregeld. Weet je, wie is het gemaakt? Red, weet je dat ik een model heb gestaan daarvoor? Veel en met dunne. Een hele goede foto.
Ik vind het leuk dat jullie zo de weg toe gaan. Gewoon doorgaan, jongens. Bench, hoe oud ben jij nou? Ik ben 75. Ben je 75? Van een leeftijd, hè? Ja. En ik werk nog, ik doe dat. Dat je dat haalt in dit vak, hè? 75. Dat is makkelijk. Ik ben een van de pioniers van dit ook. Met Berend ook. En daarom is het ook zo leuk. Nog 75 erbij voor jou. Ja, en ik loop elke morgen al langs de stand, hoor. Dan moet je niet zo druk lopen maken als nu natuurlijk. Ja, ik kan het niet even hard te maken. Maar het is vreselijk leuk voor me. Ja. Ik gun het jullie vanaf. Kom mij te staan. Ik dacht dat je echt met een foto kwam. En ja, dat daar is stond op ingrepen. Ja. Ja, nee, ik. Oh, jij? Ja, ik wist niet dat jij. Nee, ik zag Jaap wel wit wegtrekken, maar dat viel wel mee. Niet de echte mannen. We hebben de hele tijd. Dat beeldje mag je wel houden, maar. Ben je niet te laat met de betalen van de huur? Zullen we het ook controleren, Ben? Openmaken en kijken. Hier, voor de camera. Oh! Is er geld bij? Ja, is er geld bij? Tegenwoordig wel, Simon. Nee. Hebben het nooit gekregen, Jaap. Ja, te laat. We maken er met z'n allen op. Het is eigenlijk al gedaan. Het is al op. Het is nou niet meer zwijs, hè? Dat je vrouw? Ja, dat je vrouw? Van harte gefeliciteerd. Erg fijn voor hem. Erg fijn. Nou, we gaan doen het goed. Ja. Ja, dat dit ding is helemaal. Weet je beeldje? Ik wil iemand geven die hem even voor je bewaart. Ja. Ja, wie?